Voor het huishoudboekje publiceert de gemeente Zoetermeer ieder jaar diverse stukken. De perspectiefnota, de begroting en het jaarverslag. Maar hoe zijn die stukken onderling met elkaar verbonden? Het college van burgemeester en wethouders legt na de gemeenteraadsverkiezingen een collegeprogramma voor 4 jaar vast. Hierin is opgenomen waar het college zich in die 4 jaar voor wil inzetten. Strategie, beleid, belangrijke aandachtspunten en de financiële vertaling daarvan zijn in het collegeprogramma verwoord. In juni spreekt de gemeenteraad zich uit over de richting van de plannen voor het nieuwe jaar. Dit gebeurt op basis van de perspectiefnota. Hierin staan de aanpassingen in beleid en de financiële vertaling daarvan voor de komende 4 jaar. Elk jaar wordt deze nota geactualiseerd. Op basis van de bespreking van de perspectiefnota wordt een begroting voor de komende 4 jaar opgesteld. In het begrotingsdebat in november spreekt de gemeenteraad zich hierover uit. In het resultatendebat in juni het jaar erop legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar met het financiële jaarverslag en de jaarrekening. De informatie uit dit debat wordt weer meegenomen in de perspectiefnota. De perspectiefnota, begroting en het jaarverslag worden jaarlijks opnieuw samengesteld en besproken. Het collegeprogramma wordt 1 maal per 4 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen opgesteld.